Ik ben Robert Hulstein, ik ben al 40 jaar, werk 12,5 jaar op Papendal. Ik vind het heel leuk als chef zeg maar, om ook wat minder gezonde voeding om te turnen naar gezonde voeding. Op dit moment zijn we bezig met een burger te ontwikkelen, waarvan de helft bestaat uit groente en de helft van vlees. We doen er een lekker sausje op, een gezond sausje, we gebruiken een keer geen mayonaise, maar uienmarmelade, een stukje sla erop en ja, dat is gewoon gigantisch lekker. Vanuit onze collega Erik de Veldhuis op het sportcentrum gebruiken we natuurlijk ook zijn kennis. We gebruiken heel veel zijn sportkwark bijvoorbeeld. Het zit hoog in de eiwitten, we voegen daar wat fruit aan toe. Een klein beetje honing en we gebruiken dat vaak als desserts of als een snack tussendoor. Op Papendal is de sportkwark ontstaan, maar we zijn nog met veel meer dingen bezig. Bijvoorbeeld met Nederlandse quinoa, van hoe kun je daar heel mooie pannenkoeken van maken. Dus zo proberen we tal van recepten om te bouwen die ook voor iedereen super lekker zijn. Mijn naam is Erik de Veldhuis, ik ben 58 jaar. Ik ben manager van het topsportrestaurant. Waarin Robert verantwoordelijk is, hij is de chef-kok van het hotel en congrescentrum Papendal. Ik ben verantwoordelijk voor de topspotters, maar we werken ongelooflijk veel samen. De rol van voeding is ongelooflijk belangrijk. Als je goed gevarieerd eet, dan krijg je automatisch al je vitamine en mineralen binnen. En daarom is het belang van basisvoeding, hè, puur koken zonder pakjes en zakjes, dat is eigenlijk de basis wat we moeten doen. De definitie van sportvoeding is eigenlijk van dat alle inname van voeding is gerelateerd aan inspanning of rust. En dat geldt eigenlijk ook voor ons. De mooiste uitdagingen zijn om het voor iedere sporter precies op maat te maken. Want voeding is heel individueel. Dus voor ons bestaan ook voedingshypes niet, want iedereen is al verschillend. Nou, om juist met al die verschillende elementen om te gaan en juist dan bij te kunnen dragen om te willen winnen en te kunnen winnen, ja, dat is echt het meest mooie wat er is.